Zo, goedemorgen mensen. Ons huis staat nog. Wonderbaarlijk, het staat nog. De hele tribe is weg. Maar we zitten hier met ons stagehuis. Ik snap het ook niet. Het is gewoon allemaal gone. Ik vloog terug en ze waren allemaal weg. Maar ik hoorde hier beneden dus ook allemaal geluiden toen. Dus ik weet niet of die tribe hier misschien beneden woont. Dat zou goed kunnen hoor. Maar ja, dan zou die ook wel meteen weggevaagd worden door een gekke Thanosaurus. Of twee gekke reksen die daar lopen. I don't know, man. Mensen, welkom bij Ark Descended. Epic. We moeten nou wel echt even gaan temmen en onze basis ook verdedigen, man. Dat is niet normaal. We worden gewoon aangevallen door random ass tribes gewoon. En dan zit ik in het tetje huis, maat. Nou, we gaan even een cozy tweepersoonsbed maken. Je weet het, kasten ernaast. Cozy en cute. Mooi. En dan, dan zijn we eigenlijk wel gewoon ready met deze dingen. Een tempel kan ik er nog naast zetten. Ja, we hebben ze toch, hè. Waarom niet? Hier, hoppa. Esthetisch effect. Yeah. Fucking hell. Waarom is dit een ding? Deze hoort zo groot te zijn, man. Even serieus. Ik kan er hier wel eentje neerzetten. Tussenin zo. Takke. Kijk eens aan, wat vet. Uitzicht. Yeah. Nice. Ik ga een nieuwe Jeep Ortegaard fixen. Het moet even gebeuren, man. Durf ik mijn huis alleen te laten hier zonder dat het gereed wordt? Ik vergeet nog wel even twee belangrijke dingen trouwens. Een Mortal Pestle en een Refinery Forge. Kan ik niet craften, hoor. Ik heb wel levels, man. Oeh, ja! Kijk, hier heb je allemaal smithies. Descended Smithy. Descended Smithy console en Test Smithy. Ik denk gewoon Descended Smithy en Smithy. I don't know, man. Ja, daar moet ik sowieso nog de spullen voor hebben, man. Maar goed. We hebben de oven, de Refinery Forge en de Campfire. En de Mortal Pestles, dus kunnen we wel even door. Hopelijk wordt niet gereed. Die en die erin. Dan kunnen we... Oh, we moeten nog even Spark Powder leren ook. Spark Powder naar Codex. Een Bola Bow, wat? Een Bola Arrow? What the fuck? Die ken ik nog niet. Een Shootable Bottle. Oh, Target Price. Ja, oké, check. Leuk. Een Runic Wyvern Armor Chip. Een Rustic Forge. Oh, ook vet, man. Rustic Badge. Oh, dit is de hele building, man. Allemaal potions. Low XP potion. Oké. Okay. Descent Pick Summoner. Wat? Descended Essence heb ik daarvan nodig. What the fuck? Oh, ik moet echt even gaan verdiepen in de modpack nou, man. Descended Hatchet and Sickle and Trank Pike. Nice. Cabinet and Chairs. Oh, ja. Slab Lining. Ja, man. Dat is allemaal coole dingen zijn het. Large Pantry. Medium. Kunnen we gewoon hele huizen leren? Een Glass Bowl. What the fuck is het? Een crane. Ik hou gewoon een... Oh. Oké, allemaal rustic. Special roof. Steel drum. Oh mijn god. Walrex, dropbox, maat. We kunnen echt lijpen. Decoratieve dingen neerzetten ook bij het huis. Barrel, V, Shed. CS Crafting Station. Infected Origin. What the fuck? Rank Arrow. Bro, fucking acid. I don't know, man. Pokertafel, cool. En dan hebben we alweer de rock dingen, man. Ja, mooie banken en dingen. Rustig wood. Greenhouse, wel, die zijn ook cool, man. Moet ook even al die stenen dingen leren, oh jee. Bridge supporter. Mijn Engram points zijn al op. Ik hoorde iets hier gebeuren, man. Wat hoorde ik gebeuren? Ik vertrouw er echt niks van. Ik ga even de G-Partner Gear temmen, man. Misschien vinden we nog een andere dino. Dus ik denk... Jezus... Juist, neer! We gaan omlaag. Die glider zegt best wat erin. What the fuck, die Phenomia? Helemaal wild. Kijk hoe snel die is, man. Ik durf ook echt niet te zeggen hoeveel HP deze dingen hebben, man. Dit is een Descendant Phenomia. En dit is een normale Raptor. Nou, die gaat sowieso gewoon neer. Maar die Descendant Phenomia, die wil ik wel killen eigenlijk. Oh. Dan gaan we reusable speer. Ik dacht dat die dingen niet kapot konden. Ik ben dood. Ik ben gewoon keihard genaaid door een shitload aan raptors, man. Wat gebeurt er? Zo, jezus, dat ging maar net goed. Oké, waar is die Phenomia? We gaan even snel heen, man. Dat zijn descende dingen. Misschien kan ik die al tem op een bepaalde manier. Dan heb je ook een mooie dodo, de G-Porter Giat. De G-Porter Giat wordt er continu geüpgrade, trouwens. Die gaat ook met de tiers omhoog. Nou, dit is denk ik gewoon een Descended Phenomia. Ik denk niet... Serieus weer? Echt, nog een keer. Bro, Bola, doe iets. Oh, daar komen ze matties weer aan, hè. Oh, die is kapot, ik wou zeggen. Ja, die dingen hebben ook lijpe levels, maat.
Dood. En dan rijdt mijn Finomia weg. Ik ga erachteraan, man. I don't give a shit. En wat is dit van beest? Dit is een descended Listro! Oeh, die kan ik ook wel killen. Ja, die hebben wel een boel AP, man, die dingen. Maar ik ben ook vooral even benieuwd naar de loot wat ik ervan krijg. Wordt die nou wild? Nee. Oh. Dat is een Origin Raptor. Die kan ik wel temmen, trouwens. Maar er zit ook geen loot in verder. Misschien als ik hem chop. Nee. Vlieg. Al die raptors, ik word er helemaal geprikkeld van, man. Kijk hoeveel raptors. Nee. Rot op, man. Nee. Nee, dat gaan we niet doen, man. Echt niet. Too much. Hier, deze dodo. Kan ik er iets mee? Dit is een descendant dodo. Ik ga deze gewoon hoeken. Hopelijk gaat die nokkie. Op lange termijn. En dan kan ik deze meenemen en gewoon temmen met besjes. Dan hebben we een extreme nieuwe G-Portal Giat. Een ordinary Pterodon, die had ik wel kunnen temmen. Maar dan moet ik echt even trankpijlen en zo fixen, man. Dan maakt het leven. Of die trankspeer trouwens. Oh, die is ook wel cool, man, die Dilo. Maar die is wel eng. Ik ben bang dat hij mij gaat naaien, man. Maar ik heb nog wel een missie om deze dode gewoon neer te hoeken met mijn blote vuisten. Maar ik ben bang dat ik zelf eerder dood ga dan dat ik deze dodo neerhoek met mijn blote vuisten. Even serieus. Nee. Niet die kant op. Come on, man. Niet naar de Dilo, please. Oh nee. Mijn botten zijn kapot, man. Bro, sterf gewoon. Oké, ik ga wel gewoon even knuppel maken, man. Fuck it. Ik overleefde letterlijk niet. Dat stom. Waar is hij heen? Nee! Blijf vanaf! Stinkbeest! Stink! Wow. Hé. Blijf met je klauwen van mijn nieuwe G-Portal Giat af, kijk. Grrr! Dat zei ik. Gejak! Nou, dood. Slapen. Doei. Waar is mijn Giat heen? Wat van dino is dit eigenlijk? Nou, die kan ik niet. Oh, Giat. Mijn G-Portal Giat is verdwenen, man. Of zit hij daar in het water met een raptor? En mijn G-Portal Giat leeft nog trouwens. Het is 6 kilometer hier vandaan. Hij staat nog op de map. Hij staat nog op de map. Fuck. Hoezo leeft hij nog? Het is een dodo in een hartzone. Ja, trouwens, dat is een G-Portal Giat. Tuurlijk leeft hij nog. G-Portal Giat is immortal, gek. Oh, met een baby erbij. Nee. Doe nou niet! Oeh, dat is een Carno! Vlieg! Ja. Dat dus. Zijn we weer dood? Kan ik die niet repareren zo? Hoppa, kik. Maar gaan we temmen? Oh, daar heb je een gele drop, man. Ik ga die even pakken, kijken wat erin zit. Misschien is het wel iets wat we nou op dit moment heel goed kunnen gebruiken. Even serieus. Ik hoop het, man. Lijpe Phoenix zo. Oh nee, dat is gewoon een lijpe demonic-achtige Pterodon of zo. Kan ook niet wachten totdat we bij die tier zijn. Ik heb er nog niet heel veel vaart in zitten. Maar hij komt nog. Mijn tijd gaat nog komen, mensen. Als we eenmaal momentum hebben gepakt, dan knallen we er doorheen, gek. Open up, full. Yes, elevator platforms. Oké. Knuppelen. Knuppel. Gewoon even een chillen Pterodon. Nou, trouwens, wat heb ik aan een Pterodon, maat? Ik kan vliegen met mijn bodysuit. Waar is ze goed voor, man? Nou, weet je, nokje is nokkie. Nokje is nokkie. Als ze niet nokkie is, dan is ze ook niet nokkie. Prima. Aan ik even shit. Dus mijn knuppel kapot. Ja, oké, niet nokkie, helaas. Geen stress. Gaan we niet wakker om liggen. Boeit niet. Hier heb je nog een... Oeh. Dilo. Muggen. Een raptor waar ik helemaal niks mee te maken wil hebben. Kom eens achter me aan. Nee, volgens mij niet. Hallo, nieuwe G-Portal 290, kut. Het is wel echt de perfecte, hè. Hoe vaak moet ik slaan met mijn knuppel om deze te temmen? Gelukkig heb ik 2 knuppels. Die zit hier naar achter zitten. Kijk hoe zijn maat aan elkaar wordt gemapt. Oh, vet sneu. Ja, maar hier heb je ook weer de raptors, man. Dit is een normale raptor. En een excellent parasaur. Oh, die wil ik killen, man, die parasaur. Maar die is ook bijna dood. Raptor, ga snel dood, maat. Ik wil die parasaur killen. Kom op. Ga neer, raptor. Sinds wanneer hebben raptors zoveel HP, man? Die speren die ik al in zijn lijf heb gegooid. Kom op. Ga dood. 170 raptor maar. Kom op. Oké, dood. Oh, dat ding is snel. We gaan erop af.
Dit wordt de mijne, man. Dit wordt wel een epische combat en een hele moeilijke combat. We gaan ons best doen. Met onze fly suit moet het lukken. Hij is helemaal wild te gek. Excellent. Excellent speech, ja. Hop. En die kan ik ook niet met de bola vastzetten, denk ik. Deze tier. Ja. Ja, hit. Oh, hij is zo low, man. Misschien krijg je er zieke loot uit of zo. Want het is gewoon een hoge tier dino. Ik heb een idee. Meer movement speed. Dat gaat verschil maken. Let maar op. Hij zit in het water. Oh, dat is gunstig voor mij. Oh, Griffin. Oh, nee. Zo! What the fuck? Die speed van deze gek. Hij weet niet waar hij het zoeken moet op dit moment, man. En ik moet niet pronk een andere dino gaan raken. Ik heb pronk een andere dino geraakt. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. De hunters, jongen. Niet normaal, gek. Ik moet er gewoon even weten. Of dit het waard is om te doen of niet. Er zit een Origin trike achter me aan, man. Die dingen zijn ook snel, volgens mij. Goh, die dingen hebben AP, gek. Oh, kut. Ik heb de dealer ook nog geraakt. Oh, hoeveel kun je nog hebben? Magi, come on, man. Oké. Hij gaat zichzelf vastzetten. Ja, 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 ja. Nee! Nee! Pssst! We light the fire. Tilililililil. My only desire. Poel. Ik heb geen stenen meer, man. Let me chop some stone. En dan ga ik een smithy maken. En dan maak ik even metal pickaxe. En met die metal pickaxe ga ik even kristal halen. En dan kan ik die andere smithy halen van deze game. En dan kan ik allicht kan ik dan betere trank dingen. Zoals bijvoorbeeld die trank pike of zo kan ik dan craften. En dat is wel big als we die hebben. Is dat een beaver dam of niet? Nee. Want als we die trank speer hebben, dan porren we alles neer. Kunnen we gewoon dingen temmen, man. Geen stress. Dan heb ik liever dan trank arrows, denk ik. Zo, mooi akoestig huisje. Very, very beautiful. Smithy in the bank. Kom maar door. Kijk, ik wil die decent smithy even hebben. Maar daar moet ik 10 kristallen voor hebben ook. En dan ga ik meteen een beetje metal erbij halen, want het is toch nodig. Kijk eens, mooi in het hoekje gestopt hier. Pas perfect, mooi akoestisch huisje. Vind je wel storage? Kijk, denk ik. Oh, ik heb... Oh, hier. Zit in de smithy nou gewoon alle... Heb je nog niet stoels geleerd? Descended pickaxe. Descended essence heb je daarvoor nodig. Trank pipe. Die kan ik gewoon in mijn inventory maken. Maar daar heb ik ook descended essence voor nodig. Ja, dan moet ik het dus wel even doen met normale... Trank arrows. Maar iets wordt hier ook weer helemaal gekild buiten mijn huis, man. Oh, het is de Titanosaurus. Wacht, ik ga even de grootste ballsy move ooit doen, man. Ik ga deze Titanosaurus killen met speren. Ik ga de modpack uitspelen met reusable spears. Hij kan ook niks tegen doen. Als je nou wist hoeveel HP die had. Wacht, ik ga wel snel kristal halen. Dan kan ik misschien ook een spyglassje maken, man. Even kijken, de zoektocht naar kristallen. Hierboven misschien. Dit is ook wel een cool eiland, man. Zo, dat was een mooi eiland geweest. Heel veel obsidian in ieder geval. Heb ik mijn metal pickaxe nog niet gemaakt. Ah, stomme uil. Shit. Oh, ik ben echt te veel dingen tegelijk aan het doen. Dan denk ik weer aan iets anders. En dan gebeurt er weer iets anders. En dan ga ik weer iets anders doen. En oh jee. Maar we hebben wel kristallen, dat scheelt. En ik hoef er niet per se superveel te hebben. Een stuk of 30 zal al genoeg zijn. En een spyglass. Kijk, dit is essentieel, jongen, die spyglass. Nou kunnen we dus echt heel makkelijk dino's killen. En dan kunnen we ook even kijken of ze laag zijn of niet. Ik pak nog even zelf iets meer movement speed. Toch wel handig. En dit is mijn laatste dodge op die plek geweest. Dus dan zou ik daar naartoe kunnen vliegen. En hopelijk is die parasaur er nog. Oh, die raptors. Die hebben 10 HP. Daar is die parasaur. Ja, die is al geheeld. 5,3 HP had hij. Een ordinary met 14k, ordinary met 15k, daar moet ik ook heel veel torpen voor hebben. Een excellent 34k, ja, dan kan ik wel lang gooien met mijn speertje, denk ik. En deze ook, descendant moss chops, 10k, maat. God damn, die descendant hebben we nodig voor descendant essence. Ja, dan moet ik even iets lager vinden, of moet ik even een ordinary dino temmen om te slayen of zo? Dat is moeilijk, man. Het is moeilijk. Van die beginfase is lastig. Deze bijvoorbeeld, die moet ik wel even kunnen killen. Maar die wordt echt gesleden, ordinary kompies ook gewoon. Ja, hallo, ga gewoon dood, please. Dat ding heeft echt scheid, hè. Dan heb je die er nog één. Oké, die is ook neer. Maar hier krijg ik ook niks speciaals van, hè. Oh, kan ik hier... Ah, bro, laat me gewoon please maar rust, kompies. Ik heb je hele familie al uitgemoord.
Maar zo doen die speren wel veel damage, man. 186 is echt wel ziek. Nou, kapot. Maar ik krijg weer geen Asinus, man, of wel? Excellent Sals heb ik wel. Maar niet de Asinus. 3,5k torpor, man. Dat is echt veel te veel. Level 280 ook. Ja, dat is wel lijp, man. Je hebt ook veel te weinig damage op. Welk level ben jij? Oh, dat is een itchy. Die heeft wel weinig HP, die itchy, man. Hoppa, ajek, beest. Speer in je hoofd, speer in je hoofd, speer in je hoofd. En dood, ajek. Nee, ook weer geen, nee. Wel excellent Sal, krijg ik wel steeds bij, man. Hè, ik begrijp nog niet helemaal. Maar misschien kan ik die essence wel craften juist in de smithy. In die smithy, zou kunnen. Dan gaan we even kijken, we gaan die smithy even craften, man. Anders moeten we eerst maar gewoon even een ordinaire dino temmen sowieso en met normale trankpijlen. Excellent Pterodon, oh graag. Dan heb je excellent kibble voor nodig, kijk, dat is alweer anders. Wow, die Titanosaurus, oh die krijgt echt geen damage, man, die 150k. Dat ding heal meer dan dat die damage krijgt, nee, daar gaan we geen speer in gooien. Nee, doe maar niet. Kijk, prachtig. Onze Ankoes is... mooi. Schmitty. Kijk, Descended Smitty. Maar wat is deze console dan? Ik ga hem gewoon craften, boeien. Kijk, heb je nog een mooi plekje voor? Niet echt, hè? Hij past niet. Ja, dan moet hij zo staan. Oh, die is wel lijp, man. Hele zieke Smitty. Ammo, Advanced Trank Arrow. Narcoberry zijn gewoon... Oh ja, nice. Die moeten we hebben. Kibbles, Potions. Healing Potions, zo, dat is nice. Saddle, Tier 3. En Weapons, melee. Ja, oké, check. Maar dan moeten we dus allemaal die Descended Essence van hebben, maar... Oh, hier, Descended Essence. Crafting Requirement, Descended Essence. Produced by small Descended Creatures or collect from... Descended insects. Oké, nou, het is wel van die dino's dus die ik heb gekillt, denk ik. Ja. Dan gaan we maar een boog maken. Ik denk niet dat we genoeg metaal hebben voor een kruisboog. Crossbow. Pool. Nee, ik heb er niet genoeg voor. 7 metal ingots. Heb ik daar echt niet meer? Nee, dat heb ik echt niet meer. Wel, Echt niet? Nee. Echt niet, nee. Shit. Dan gaan we een shitload aan narcobears en dan kan een shitload aan arrows maken. Dus dan heb ik al die advanced strength pijlen in principe. Dus dat is goed. En mijn bowlatje erbij, dan komt dat wel helemaal goed. Dan ga ik even kijken wat deze smith hier doet dan. En dit is gewoon een normale, maar... Ja, dit is gewoon hetzelfde. Nou ja, dan pakken we die op. Prevent wireless crafting, wat? Oké, de boog. De pijlen. Dan raken we die allemaal hierin en dan doen we ammo, trank, craft al. Zo! Droet! Of niet dan? Ah, can only be used with crossbow. Oh, goddamn. Dan moet ik even snel een beetje metaal hebben van kruisboog, man. Als het goed is, zit hier ook wel een beetje metaal in deze stenen. 1, 3, 4. We hebben niet zoveel nodig. We moeten 14 metaal dingen hebben. Oh, hier zit wel veel in, man. Deze kleine dingen, ja. Kijk, chill, man. Nou, dan hebben we genoeg metaal voor metal tools en een kruisboog. Meteen hebben we die spark powder erbij raken, natuurlijk. Altijd handig. 1 metaal. Gaat dat zo traag? Holy shit. Ik heb ook maar 1 forge staan. Nee, ik heb er 2 trouwens. Wat lullig. Hier, kom maar door. Even proces versnellen hier, man. Hoppa. Boss essence. Die bos is dood. En ik stond in de buurt, dus ik heb nog gewoon een bos essence. Wat goed. Lol. Thank you very much. Maar zit er ook loot in? Dat is de echte vraag. Misschien kan ik die wel harvesten, man. Wat is er nou dood gegaan? Ik hoorde iets echt flink sterven hier, man. Boah, ik durf echt niet te zeggen wat. Oeh, zieke Carbonemus BP. Gewoon ascendant, man. Divine Thorny Dragon. 148k HP. Gaat toch weg, man. Even kijken. Dat ziet er zo stom uit. Nou. Crossbow. Make one. Yes. Die pool kan niet. Pool kan wel. Mooi. Hè, het begint ergens op te lijken. Eindelijk. Heeft er even mogen luren, maar dat maakt niet uit. Nou kunnen we wel iets stemmen, man. Maar dan moeten we eigenlijk ook...
Oh, waarom is hij meteen ingezoomd? Dan gaan we denk ik maar gewoon even een ordinary dino temmen. En ik denk dat we die gaan vinden op het strand. Oh, er zijn heel veel goede sterke dino's hier, man. Hoe ga ik slow-mo vliegen met dat ding? Want dat ding is echt zo ontiegelijk snel. Oké, we gaan gewoon even weg bij die raptor. Daar hebben we even niks mee te maken. Die wil ik ook niet... daar gaan we even niet mee voor kraaien. Oh man. Deze kan ik wel temmen. Nou. Hij moet zo... Oeh! Is dat een origin? Ordinary bedoel ik. Die wil ik hebben. Auw. Hoeveel torpel doe ik op jou? 800. 900.000. Oh, dat is heel ziek. Oh ja. 260 ook. Dit is een goede dino. Dit is een hele goede dino. Ik moet daar ook wel even wegrennen. Ik weet niet of ik dat haal. Quick scoop. Scoop de woep. Quick scoop. Oh, ik mis. Oh, dit is niet goed. Niet oké. Schiet. Oh, en neer. Raw meat. Prime meat 2. Oké, we hebben gewoon een goede raptor down. Dat is heel ziek. Show me your warface, man. En heb je ook nog een ordinary pterodon? Die zou ik eventueel gewoon voor de leuk neer kunnen halen. Nu die hier toch staat, weet je. Oh, die heeft gewoon scheid. Die kan ik dus niet. Nou, goed verhaal, doe je. What the fuck. Oh, dat ik dat even overleef weer. Heel knap. Oh, die strontraptor hier, jongen. Oké. Okay. Ja, dat is een normale. Die gaan we gewoon even kapot maken. Maar toch een normale raptor met 1.1k HP, gast. Dat vind ik wel veel, man. En het is gewoon een level 140. Ik weet niet of ik die dood ga krijgen. Ik doe maar heel weinig damage of zo. Dat lijkt er meer op. Hey, meer! Ik moet weg. Een ordinary parasaur heb je er ook nog. Oeh, very cool. Hier heb je ook nog een raptor. Dat is een baby, man. Hier, ik heb je getemd. Onze eerste tame baby raptor. Even kijken. G-Portal Giat. Tracking list, maar waar is mijn taming list? Ah, kut, ik heb er nog geen vlees in geracht. Nee. Volgens mij was het hier ergens, toch? Ah, no hablitos, español. Niet zeggen dat ik hem kwijt ben. Ah, scheisse, man. Kan goed zijn ook. Oh, hier is hij. Ja. Oh, dat is heel top. Ja, dat is heel top. Eet meer, nog één hapje. Die stad is ook 41 HP, stad. 41 HP, 42 melee. Ja, dat zijn goede stats. Mooie leveltjes. En ik denk dat hier een normale raptorzadel op moet eigenlijk. Ik zou deze kunnen temmen. Maar nou ben ik al speer in zijn nek aan het gooien. Oh, dat is wel een baby. Die kan ik sowieso claimen dan. Oké. Nou, dan hebben we die baby in ieder geval geclaimd vast. Kan ik die oppakken? Oh ja. We hebben twee dino's, man. Raptor. Kan ik die zo in mijn inventory maken? Ja toch. Ja toch. Hoppa. Lekker raptor, gek. Zadeltje erop. En we kunnen, maat. Oh, dat ding is ook lekker snel, ja. Oh, dat ding rent weg, man. Oh, chille dino hebben we even getemd hier. Ja, dat vind ik wel een mooie eerste dino. Maar ik krijg nog steeds niet die descended souls, man. Ik raak deze maar gewoon even op damage. Heerlijke stad. Die damage even goed omhoog kunnen krikken. Ik weet nog niet hoe ik deze kleine cavia naar huis krijg. Misschien dat ik hem later even ophaal met een kruienpot of zo. Ik moet eerst even mijn weg naar huis vinden met deze raptor. Dan is de wel de vraag. Hoe kom ik... Kan dat via hier? Ik moet hoger komen, man. Veel hoger. Het kan goed zijn dat ik dan helemaal om moet lopen of zo. Hier kan ik niet doorheen. Ik wou zeggen, er was hier gewoon iets, man. Die was knetter onzichtbaar, dat ding. Biotoxin jugbug, man. Moet ik harvesten, die dingen? Oké, 790% melee damage al. Ja, het is hierboven, man. Maar ik denk... Kan ik hier links eromheen? Ja, je zou zeggen dat het wel moet lukken, toch? Ja. Onze base locatie. Super ziek. Al die bevels hier opruimen. Hier, lijpe damage hoor. Female logger castoriders. Dit is een... Dief! Die is sterk! Ik zit vast!
Ik heb nog niet zo'n tribe, man. What the fuck? Nee, mijn dino. Ik noem dit de... Hoe noemen we dit? Acoustic. Tribe of acoustic. Een very, very acoustic. Oh nee, dan ligt die dino gewoon dood. Oh nee, Raptor, ik had je nog niet zijn naam gegeven. Nee, het is ook donker. What the fuck, hoezo? Overkomt mij er nou weer? Ah, laat me binnen. Ik moet even huilen. Tombstone. Gravestone. Cementing paste. Gravestone en standing torches. Ah, waarom? Ik heb weer een bos essence erbij, chill. Het wordt me gewoon echt niet gegund, man. Het wordt me niet gegund. We hebben hier een memorial of al onze verloren vrienden. Ik laat ze allemaal kijken naar de horizon. Raptor zonder naam. Het was me genoegen, Minjun. Oh nee! Thanks voor het kijken, mensen. Ik zie jullie weer bij de volgende aflevering. Peace.